Vrijdagmiddag is na een renovatie van ruim een jaar de grote kerk op de markt in Schagen weer geopend. Voor de officiële opening, die werd verricht door gedeputeerde Elvira Zweet van de provincie Noord-Holland, gaf de koster van de kerk, Kees van Treuren, onze rondleiding. Oké, we staan hier in de nieuwe koffiezaal. Wat hier aan vernieuwd is, is dat de muur die hier stond vervangen is of verwijderd is met de twee deuren. De gang is er eigenlijk bij getrokken. En hierboven de glaskap om de grote ramen van de kerk erbij te betrekken met de lichtinval, de trapkast, werkkast en lift aan deze kant, de nieuwe keuken. We staan nu in het jeugdhonk, een multifunctionele ruimte. Daar waar de zondags de jeugd in zit of zaterdagavond de tienersoos. Wat hier aan vernieuwd is, een aantal kasten zijn weggehaald, het is wat opener gemaakt. En hierboven is een vloer bijgekomen. Dat is voor de grotere jeugd. Die hebben dan een eigen aparte ruimte. Momenteel voor vandaag en morgen is er een tentoonstelling opgezet van wat er allemaal rondom en in de kerk gebeurd is. Plus de oude kerk als maquette staat hierbij. We staan nu in de kerkzaal. Wat hier zoal vernieuwd is, is een nieuwe vloer, vloerverwarming. En het liturgisch centrum is van een nieuwe vloer voorzien. De rand van de preekstoel is vernieuwd met de nieuwe bekleding. En dat zie je het wat mooier als de oude kleur die we hadden. Oké, dus, we vinden ons nu in de consistorie. Een hele nieuwe ruimte, helemaal aangepast. Voorheen was deze ruimte met uitzondering van de tussenmuur helemaal open. Dat is één grote ruimte geweest. En nu hebben ze het in tweeën gedeeld. Waarvan hier echt een consistorie voor de dominee. Om van hieruit de dienst te beginnen. Hier houden we ook kerkelijke vergaderingen. En dan gaan we zo meteen naar de andere ruimte toe. Zoals gezegd, de tweede ruimte die uit geheel ontstaan is. Dit wordt ook de facilitaire ruimte gebruikt voor aan de achterkant van de kerk. We staan hier in de hal, de zuidingang die wij altijd gebruiken. En onze nieuwe aanwinst is de volglas luchtsluis. Met inscriptie. Oké, we staan hier buiten de kerk. Buiten de kerk is ook heel veel gedaan. Onder andere het metselwerk, het voegwerk, de deuren van onze ingang hier. En de toren vanzelf, die is ook helemaal onder handen genomen, ook van binnen. Je ziet hier het metselwerk, het voegwerk. Natuursteen is aangepakt. Er zijn nieuwe delen ingekomen en oude delen hebben ze nog kunnen laten zitten, omdat dat nog goed was. Uw Nederlandse hervormde kerk met toren, die werd gebouwd in 1895 tot 1997, is natuurlijk belangrijk als monument, maar zeker ook als plaats van gebed, bezinning en cultuur voor talloze inwoners en bezoekers van Schagen en van onze provincie. Als monument is de grote kerk met markante toren aan de marktzijde van eminent belang voor de ruimtelijke kwaliteit van Schagen. De toren markeert op een onafvolgbare wijze uw marktplein en vormt van ver af een baken in het landschap. Hier is aan het eind van de 19e eeuw met veel trots een bijzonder bouwwerk neergezet. Uw kerk is een grote kerk en dat betekent ook een grote kluif voor de instandhouding. Het reguliere onderhoud en soms ook een degelijke restauratie zoals deze zijn dan zware opgaven. Het werk is af. De restauratie is klaar. Afgelopen anderhalf jaar zijn we hiermee bezig geweest. We zijn er als aannemer enorm trots op. In vele opzichten. En zeker nadat we de afgelopen 30 jaar het onderhoud en de kleine restauraties van deze kerk hebben uitgevoerd en nu de grote restauratie mochten doen. Er kunnen hier op de markt nu keuzes worden gemaakt. Als erediensten. We hebben een publieksfunctie met een degelijk bedrijfsplan voor dagelijkse intensieve exploitatie van dit gebouw. Bezoeken van de wereldwinkel tot het pakken van een terrasje met uitzicht op dit prachtige gerestaureerde Rijksmonument. Een waar multifunctioneel gebruik dus.
Ik zie ook muziek op kerkbanken. Ze zitten wat minder makkelijker dan voor thuis in de conferentiezaal. Laten we snel de benen strekken. Het moment de prem nadert. De plechtigheid bestaat uit de onthulling van een tastbaar aandenken aan deze restauratie. En dat tastbaar aandenken bevindt zich in de hal.